Een goedemiddag allemaal. Hier in een tweede filmpje van hoofdstuk 2, waarin we gaan beginnen met paragraaf 2. En paragraaf 2 gaat over gelijkvormigheid. Misschien denk je van, ja, maar wat gaan we dan doen met het laatste stukje van paragraaf 1, over parallele projectie? Daar wil ik namelijk later op terugkomen. Want we gaan het vandaag namelijk als eerste even hebben over gelijkvormigheid. Ja, dus... daar kom ik nog wel op terug, maar later in dit hoofdstuk. We gaan het vandaag hebben over paragraaf 2, over gelijkvormigheid, waarin we theorie A gaan bekijken, namelijk het vergroten en gelijkvormigheid van driehoeken. Of in ieder geval van gelijkvormige figuren. Nou, en na dit filmpje dan rest nog het maken van opgaves. En ik heb er drie opgegeven, opgave 17, 18 en 19, om daarmee te oefenen. Want aan het einde van dit filmpje en de les moet je in ieder geval weten hoe je gelijkvormigheid moet opschrijven. Daar is namelijk ook een symbool van, ga ik zo meteen laten zien. Weten hoe je de verhoudingstabel invult en daarna berekent. En je zult ook al enigszins gelijkvormigheid gaan herkennen. Daar gaan we het ook al een heel klein beetje over hebben. En dan aan het einde van de les moet je gemaakt hebben opgave 17, 18 en 19. Nou, laat ik als eerste even beginnen met een voorbeeldje. En dit voorbeeldje zijn deze twee driehoeken. En ik geef van tevoren al aan, deze twee driehoeken zijn gelijkvormig. Nou, gelijkvormig wil zeggen, eigenlijk letterlijk het woord, deze twee driehoeken hebben twee gelijke vormen. Echter, de ene die is wat kleiner dan de ander. Nou, denk bijvoorbeeld aan een beeld wat je in een winkel koopt. Soms kun je een klein beeldje kopen, soms kun je een groot beeldje kopen. Maar de verhoudingen die zijn exact dezelfde. Dus als je bijvoorbeeld een beeldje koopt van een mannetje, dan wil niet zeggen als je dan de vergrotende beeld gaat kopen, dat dan het hoofd niet meer in verhouding is. Nee, dus zowel de hoogte, de breedte, de diepte van het poppetje is dan vergroot. Nou, dan spreken we over gelijkvormigheid. Nou, daarbij dit driehoekje is dat exact hetzelfde. Ik geef hier ook als extra informatie dat bijvoorbeeld hoek A gelijk is aan hoek D, dat hoek B gelijk is aan hoek E en dat hoek C gelijk is aan hoek F. Ja, dus dat is al extra informatie. En daarnaast kan ik het ook aan de zijdes al zien. Want als ik bijvoorbeeld zie zijde AC en zijde DF, dan is die zijde met een bepaalde factor vermenigvuldigd om van 4 naar 8 te gaan. Deze is niet zo heel erg moeilijk, want als ik namelijk dit ga vermenigvuldigen, die 4 met 2, dan komt daar 8 uit. Nou, als dat bij de andere zijdes ook het geval is, dan is het al helemaal duidelijk dat we te maken hebben over gelijkvormigheid. Nou, en dat is ook zo, want als ik die 5 ga vermenigvuldigen met 2, dan komt daar ook 10 uit. En doe ik die 4,5 vermenigvuldigen met 2, dan komt daar 9 uit. Ja, dus deze twee driehoeken zijn gelijkvormig. Ja, dus het is in ieder geval al wel even belangrijk dat je weet wat het begrip gelijkvormigheid betekent. Nou, nu zijn de hoeken gegeven, maar daarbij ook de zijdes. Nou, bij het volgende voorbeeld laat ik even twee zijdes weg. Dus zijde DE en zijde DF heb ik weggelaten. Nou, ik zet weer heel even de gegevens wat ik erin. Hè. Dus ik zei net dat hoek A gelijk was aan hoek D. Hoek B was gelijk aan hoek E. Zo, sterretje. En C was gelijk aan hoek F. Dat schrijf ik ook heel even op. Dus ik schrijf op. Hoek A is gelijk aan hoek D. Hoek B is gelijk aan hoek E. En hoek C is gelijk aan hoek F. Nou, ik heb het dus hier over het driehoek. A, B en C. En daar heb ik het over driehoek D, E en F. Nou, in het vorige plaatje zei ik al, deze twee driehoeken zijn gelijkvormig. Nou, we hebben in de wiskunde daar een symbool van om te laten weten dat twee figuren gelijkvormig zijn. En dat symbool is een soort slinger S. Hup. Met dit symbooltje. Dus als ik dat symbooltje hier tussen zet, zo, dan geef ik dus aan dat driehoek ABC
gelijkvormig is met driehoek DEF. Ik heb het ook achter elkaar op de goede volgorde neergezet. Nou, waarom is dat? Geef ik even aan met een kleurtje. Hoek A, gaven we net al aan, is exact gelijk aan hoek D. Die hebben dezelfde grootte. Dus ik heb het nou even niet over de zijdes, nee, ik heb het over de hoeken. Dus ik zet A in het begin van het ene driehoekje en D in het begin van het andere driehoek. Nou, dat doe ik exact hetzelfde ook met hoek B en hoek E. Dus hoek B staat hier in het midden, dus hoek E moet daar ook in het midden staan. Nou, en dat is het geval. Nou, en dan eindig je natuurlijk met de laatste twee hoeken die gelijk zijn. Hoek C is namelijk gelijk met hoek F. Dus ik heb de letters nu ook op de juiste plaats neergezet. Nou, had ik bijvoorbeeld neergezet driehoek ABC, is gelijkvormig met driehoek DFE, dan is inderdaad hoek A echt wel gelijk aan hoek D, maar, nou komt het, hoek B is niet gelijk aan hoek F. En B die staat hier in het midden en hoek F staat daar ook in het midden. Ja, dus daar moet je wel heel even op letten, want B die komt dus daar niet, er zijn geen gelijke hoeken. Ja, dus dit is echt de foute manier van opschrijven en daar moet je wel heel even op letten. Dus dit is fout en laat ik dat gewoon even, altijd leuk als je het doet. Hup. En dit is groen, een krulletje. Ja? Nou, ik wist even dit gedeelte, nou ja, dan laat ik even staan, want dan kun je in ieder geval zien dat dit een foute manier is. Want ik ga namelijk verder het invullen van een tabelletje. Nou, ik ga daarvoor de gelijkvormigheid gebruiken die hier staat. Dus deze wegdenken. Hup. Zo. Driehoek ABC is gelijkvormig met driehoek DEF. Op die manier ga ik het ook opschrijven in mijn tabelletje. Dus ik pak de eerste twee letters van mijn driehoek ABC, AB, zo, en die is gelijkvormig met zijde DE. Nu pak ik de twee laatste letters van dat driehoekje, dus BC, en dan ook de twee laatste letters van driehoek DEF, en dat is EF. En dan doe ik dat ook nog met de eerste en de laatste letter, dus als AC en de eerste en de laatste letter DF. Zo. Dus je ziet dat dit opschrijven ontzettend belangrijk is, want die heb ik namelijk daar nodig voor mijn tabelletje. Nou, nou ga ik mijn tabelletje eigenlijk invullen. Dus ik ga neerzetten wat ik allemaal weet. Nou, weet ik zijde AB? Ja, die weet ik, want die is 4,5. Weet ik DE? Nee, die weet ik nog niet, dus die laat ik zo even staan. Hup, DE. Weet ik al BC? Ja, want die is 5. En weet ik EF? Die weet ik ook al, want dat is 10. Nou, dan een laatste. AC weet ik ook, want dat is namelijk 4. En DF weet ik nog niet, dus dan laat ik hem staan als DF. Nou, en je raadt al wel even een match met het vorige filmpje. Op dit moment kunnen we namelijk kruislinks met elkaar vermenigvuldigen. Want ik kan dus DE uitrekenen door DE te vermenigvuldigen met 5. En dat is gelijk aan 4,5 keer 10. Ja, dus ik kan opschrijven DE is gelijk aan 4,5 keer 10 en dat gedeeld door 5. Nou, reken ik daaruit en dan komt er dus 45 gedeeld door 5 uit en komt aan 9 uit. Nou, dat hadden we in het vorige plaatje al gezien, dat er 9 uitkwam. Ja, dus even een eenvoudige opgave, maar dit is wel de bedoeling hoe we moeten opschrijven. Nou, laat ik dat ook gelijk doen om DF uit te rekenen. Om DF uit te rekenen ga ik zo kruislinks met elkaar vermenigvuldigen. Dus DF is ook wel 10 keer 4 en dat gedeeld door 5.
Oftewel 40 gedeeld door 5 en daar komt 8 uit. Ja? Nou, het belangrijkste is dus het opschrijven van de gelijkvormigheid, het invullen van de tabel en daarna het berekenen. Nou, natuurlijk heb ik daar nog een voorbeeld van. Stel je eens voor, dit zijn twee driehoeken en ik moet opschrijven de gelijkvormigheid van deze twee driehoeken. Dus als extra informatie krijg je al, deze twee driehoeken zijn gelijkvormig. In het boek wordt er dan ook al aangegeven welke hoeken aan elkaar gelijk zijn. Maar aan het hand van het plaatje kunnen we dat eigenlijk al wel zien. Dus ik schrijf achter elkaar op, hoek P is gelijk aan hoek K. Ik schrijf op, hoek Q is gelijk aan hoek L. En hoek R is gelijk aan hoek M. Met andere woorden, driehoek PQR is gelijkvormig met driehoek KLM. Ja, dus wellicht is dit al eenvoudig al om op te schrijven. Sterker nog, in het volgende filmpje moeten we dit ook gaan doen, want we moeten ook gaan bewijzen dat het gelijkvormig is. Nou, aan de hand van mijn gelijkvormigheid kan ik mijn tabelletje maken. Dus ik schrijf PQ is gelijkvormig met KL. QR is gelijkvormig met LM. En PR is gelijkvormig met KM. Daaronder zet ik een tabelletje wat even groot is, want dan is het makkelijk om in te vullen. PQ weet ik namelijk al, dat is 3,2. En KL is 4,8. QR is 5,6. Maar LM weet ik nog niet, dus die laat ik staan als LM. Dan PR is 3. En KM, die weet ik ook nog niet, dus dan laat ik zo staan. Nou, om uiteindelijk dan uit te rekenen wat bijvoorbeeld LM is, dan ga ik weer kruislinks met elkaar vermenigvuldigen. Zo. Dus met andere woorden, om LM uit te rekenen, doe ik 5,6 keer 4,8 en dat gedeeld door 3,2. 5,6 keer 4,8 gedeeld door 3,2, daar komt er uit 8,4. Dus ik weet dat de lengte LM 8,4 centimeter zijn als de eenheden in centimeter zijn. Nou, kan ik precies hetzelfde met KM doen. Om KM uit te rekenen, ik ga hem weer kruislinks met elkaar vermenigvuldigen, maar wel met de gegevens die ik zeker weet. Dus die 3,2 weet ik zeker, dus ik ga hem zo kruislinks met elkaar vermenigvuldigen. Dus ik krijg 3 keren 4,8 en dat gedeeld door 3,2. 3 keer 4,8 gedeeld door 3,2 komt eruit 4,5. Ja, dus op deze manier heb ik dus uitgerekend de lengte LM en KM aan de hand van gelijkvormigheid. Nou, dit zijn ook de stappen die je echt moet ondernemen. Dus stap 1 is het opschrijven van je gelijkvormigheid. Stap 2 is het maken van je tabel, slash ook het invullen van je tabel. En stap 3 is natuurlijk het uitrekenen van de gegevens. Ja, dus ik wil ook echt die gelijkvormigheid zien, stap 1. Daarna het invullen van je tabel en uiteindelijk ook het uitrekenen. Oké, okay, nou, laten we verder gaan met nog een voorbeeldje. Want hier heb ik namelijk ook gelijkvormigheid. Alleen deze gelijkvormigheid, dat zijn twee driehoeken in één. Ja, dus hier wordt eigenlijk gezegd dat driehoek ABC gelijkvormig is met driehoek DEC. Zo, nou, even controleren, want waarom is dat? Hoek A is gelijk aan hoek D. Denk aan een F-hoek, dus die twee hoeken die zijn aan elkaar gelijk. Dan heb ik hoek B is gelijk aan hoek E, precies hetzelfde,
de F-hoek. Ja, en de laatste is misschien wel de meest logische. Hoek C is gelijk aan hoek C, want die zitten namelijk in dezelfde driehoek. Ja, nou, nu kan ik ook mijn tabelletje maken. Dus ik schrijf het gewoon weer lekker onder elkaar. A, B is gelijkvormig met DE. BC is gelijkvormig met EC. En AC is gelijkvormig met DC. Nou, hoe ga ik het dan berekenen? Of wat moet ik allemaal invullen? Weet ik AB al? Ja, wat is 11? Weet ik DE al? Ja, die weet ik ook, want dat is 5. BC, weet ik die al? Nee, die weet ik nog niet. Echter, ik weet wel een deel van BC. Dus, als ik nou eens even BE X noem, dan kan ik zeggen dat van B naar C ook wel X plus 4 is. Zo. Ja, dus dat is misschien wel slim om te doen. Nou, EC is al wel bekend, die is namelijk 4. Nou, AC is nog niet bekend, ga ik precies hetzelfde doen. Alleen, ik kan het geen X meer noemen, want dat was BE al. Dus ik ga het I noemen. Zo. Dus van A naar D noem ik I. Dus met andere woorden, van A naar C is ook wel I plus 3. Zo. En dan van D naar C, dat was 3. Nou, en nu kan ik dus zijde BC en zijde AC kan ik berekenen. Nou, laten we beginnen met zijde BC. We gaan weer kruislinks met elkaar vermenigvuldigen. Dus 5 keer de x plus 4 en 11 keer 4. Nou, laat ik even het stap voor stap doen. Dus 5 keer tussen haakjes x plus 4 is gelijk aan 11 keer 4. Nou, haakjes wegwerken, dan krijg je dus 5x plus 20 is gelijk aan 44. Oftewel 5x is gelijk aan 24. Dus x is gelijk aan 4/5. Zo. Nou, dan heb ik in ieder geval al onze x uitgerekend. Ja, maar wat is dan BC? BC was namelijk x plus 4. Oftewel, BC is 4/4/5 plus 4 is 8/4/5. Nou, en dan heb ik al BC uitgerekend. Ja, nou, en dit gaan we exact hetzelfde doen bij AC. Nou, ik ga weer kruislinks met elkaar vermenigvuldigen. Dus ik ga nu weer die 5 en die 11 gebruiken. Dus ik ga zo dwars doorheen. Hup. Ik heb hier nog wel ruimte, ga ik het even hier in het midden doen. Dan ga ik dus 5 keren tussen haakjes i plus 3 doen. Is gelijk aan 11 keer 3. Zo. Dus dan krijg je 5i plus 15 is gelijk aan 33. 5i is gelijk aan 18. Oftewel i is 3/3/5. Nou, en we hadden gezegd AC was I plus 3. Oftewel AC is die 3/3/5 plus 3. Dus er komt eruit 6/3/5. Nou, hiermee hebben we dus en zowel AC met 6/3/5 uitgerekend en BC, wat was 8/4/5. Ja, nou, het belangrijkste bij deze opgave is dat ik dus één zijde niet wist, maar als ik daar een variabele bij neerzet, dan kun je hem uiteindelijk dus wel gaan uitrekenen. Nou, dit was een wat moeilijker opgave, maar de stappen blijven gelijk. Dus stap 1, het maken van je gelijkvormigheid. Zo, stap 1. Stap 2 is hier je tabel. Dus dat is stap 2. En dan stap 3 is het uitrekenen. Het uitrekenen van de zijdes aan de hand van je verhoudingstabel. Ja?
Nou, dit is bij opgave 17, 18 en 19 is dit de taak wat jullie moeten gaan doen. Dus aan het einde van dit filmpje, aan het einde van deze les, moet je in ieder geval weten hoe je gelijkvormigheid moet opschrijven. Weet hoe je die verhoudingstabel invult en daarna ook berekent. Ook al wel gaan nadenken over hoe kan ik nou zoiets herkennen. Hè? Denk aan de gelijke hoeken. Denk bijvoorbeeld aan F-hoek, wellicht Z-hoek. En dan gaan we oefenen met die 17, 18 en 19. En mochten er vragen zijn, dan hoor ik het hier graag. En bij de volgende les gaan we echt hebben over het herkennen van die gelijkvormigheid. Nou, succes met de les van vandaag.